Het directieteam van Telesur heeft gisteren de eerste ontmoeting gehad met de nieuw gekozen raad van commissarissen van het bedrijf. Volgens Telesur-directeur Mike Antonius was het een heel constructieve meeting waarbij wederzijdse verwachtingen zijn uitgesproken. Antonius geeft verder aan dat de commissie zich heel goed heeft georiënteerd en zich heel professioneel heeft opgesteld. Volgens de voormalige president-commissaris van Telesur, Gardelito Hewakui, heeft hij als enige lid nog zitting in de RVC om de transitieperiode van de nieuwe raad te vergemakkelijken. En dat is iets dat ons als directie heel goed stemt. En ik verwacht van hun in ieder geval dat zij ons inderdaad als toezichthouder, vanuit de rol als toezichthouder, kunnen bijstaan en begeleiden in het doen bereiken van de ondernemingsdoelen niet alleen, maar ook die graag zoals de aandeelhouder dat graag wenst te zien. En de aandeelhouder, weten we alle, is de Surinaamse overheid. Ook een hele bijzondere periode voor mij geweest. Onder de vorige RVC werd ik aangesteld als directeur bij Telesur. Ook met hun heb ik geleerd om mee samen te werken. En ik kijk er naar uit om ook te leren samen te werken met deze nieuwe RVC. Ik ben in elk geval gevraagd voor een transitieperiode, dus het is ook niet zeker dat ik de volle 3 jaar blijf. Ik ben er om de mensen een beetje te helpen in te werken, de transitie voor overdracht van alle stukken. Kijken dat hier en daar een beetje adviserende rol als het gaat om waarom zijn bepaalde keuzes genomen ook. En wat zijn de projecten waarop je de main focus zou moeten zijn. Dus ik weet niet of ik de hele 3 jaar bij ben, maar in elk geval voor de eerste jaar tot anderhalf sowieso. Volgens Sajay Raghubar Singh, president-commissaris van de RVC, heeft de raad volop de gelegenheid gehad het directieteam vragen te stellen. Hij zegt verder dat de commissie de indruk heeft dat Telesur een goede en stevige organisatie is met een sterke cultuur. Wij zijn in principe geïnstalleerd om toezicht te houden dat het belang van de aandeelhouder gediend wordt. De directie en de werknemers zijn in dienst van de aandeelhouder en daar staan wij tussenin om dus toe te zien dat alles volgens afspraken, volgens plan, volgens budgetten op de juiste wijze gebeurt. Het is niet de bedoeling dat de RVC op de stoel van de directie of werknemers komt zitten. Het is vaak een misvatting wat men heeft, dat men denkt van de president-commissaris en de rest van de raad van commissarissen, hun taak is om naast op een stoel van de directie te komen zitten of andere managementleden om hun werk te gaan bepalen. Dat is geenszins de bedoeling. Onze taak is echt louter toezicht en ondersteunen en vaak ook de politieke vertaalslag te maken naar de aandeelhouder om brandende vraagstukken ingang te geven om dat te helpen op te lossen. Sanjay Raghubar Singh, president-commissaris van de Raad van Commissarissen bij Telesur. Onze nieuwsdienst sprak hem gisteren na de eerste RVC-meeting met het directieteam van Telesur.